Lieve mensen, welkom allemaal. 15 maart zijn er weer verkiezingen, hele belangrijke verkiezingen. Het zijn misschien wel de belangrijkste verkiezingen van in ieder geval mijn leven, omdat we Nederland kunnen veranderen en BVNL gaat Nederland dan weer teruggeven aan de Nederlanders. Ik zit hier met drie fantastische mensen. Ennio Senese, business consultant, heel erg lang bij Shell gewerkt en je hebt nu de stap gemaakt om de politiek in te gaan. Imke Eemans, oud raadslid voor de VVD, daarna op eigen kracht twee zetels in Horst aan de Maas behaald. En Roy van Aalst, oud Tweede Kamerlid voor de PVV, maar uiteindelijk verstandig geworden en overgestapt naar BVNL en lijsttrekker in Overijssel. Ennio, wat heeft jou doen besluiten om bij BVNL de politiek in te gaan? Ik ben al zo'n 20 jaar een dakloze, politiek gezien. En met name jouw eigen houding in de afgelopen jaren, consequent kiezen voor een bepaalde koers en daar ook aan vasthouden. En het gevoel van politieke integriteit vond ik heel, heel belangrijk. Daarnaast de ideeën die jij hebt, daar heb ik mij eigenlijk volledig bij aangesloten. Ik heb ook de afgelopen jaren gezien hoe de dingen niet moeten gaan. En ik heb altijd gedacht, ja, roepen langs de kantlijn, dat kan altijd. Op een gegeven moment moet je ook de stap maken als je echt wat wil veranderen. En we doen het voor elkaar, maar het is flauw. Ik doe het vooral voor de toekomstige generaties. En ja, dat is de reden waarom ik Belang van Nederland, BVNL, eigenlijk zie als de beste optie om dat te bewerkstelligen. Ja, politieke integriteit is natuurlijk belangrijk. De andere vormen van integriteit leggen we dan maar even naast ons neer. Hè? Want we zijn toch uiteindelijk een stel struikrovers die proberen in Den Haag binnen te dringen en daar de boel te veranderen. Imke, jij hebt het altijd over vrijheid en verantwoordelijkheid. Wat is jouw motivatie? Wat mijn motivatie is, het liefst zit ik helemaal niet in de politiek. Maar iemand moet het doen. En we zien nu de laatste tijd dat er heel veel mensen een robot zijn in de politiek. En het geluid van buitenaf wordt te weinig gehoord. En dat moet juist naar binnen. Want wij zitten er uiteindelijk gekozen door de inwoners. Straks misschien in de provincie Limburg. Althans, daar ga ik vanuit. En dan zijn wij degene die het geluid van buiten naar binnen moeten brengen. En dat gebeurt gewoon eigenlijk op dit moment niet. En dat is voor mij de beweegreden dat de mensen die iedere dag keihard werken, een onderneming hebben en iets vinden ergens van, dat gehoord wordt en dat we weer trots kunnen zijn op Nederland en in ons geval dan trots op Limburg. En dat het geld wat Limburg betaalt, dat het ook terugkomt naar de inwoners en de ondernemers. Ja, heel mooi. Ja, Roy, wij zaten samen in de Tweede Kamer. Ik was ondernemer, jij was ondernemer. En voor de rest was er volgens mij geen enkele andere ondernemer. Toch heb jij besloten om de Tweede Kamer in te gaan, politicus te worden. Hoe zwaar en moeilijk en zinloos dat soms ook is. Wat heeft je doen besluiten om bij BVNL te komen? Ja, ik ben natuurlijk politiek geïnteresseerd, vooral in de tijd van Fortuyn. Ik denk een man van het volk geweest in die tijd. En vooral op het moment zeg maar, dat hij er niet meer was. Ik dacht van, weet je, ik kan nu langer blijven praten aan de zijlijn of ik kan gewoon zelf wat gaan doen en zelf wat nalaten, politiek gezien. Dus toen ben ik in die zin politiek actief geworden. Op dat moment was de PVV voor mij de partij die het beste paste. En nou ja, daar heb ik eigenlijk gezien dat daar op een gegeven moment gewoon elke nuance ontbrak. En ja, daar kwam ik ook vaak tegen, ook in mijn omgeving. En mensen zeiden van, weet je, het is allemaal niet zo zwart-wit, weet je. En als ondernemer merk je het ook. En dan mis je ook gewoon, nou ja, we waren de enige twee ondernemers in de Kamer. En dan mis je ook gewoon dat gezonde verstand van een ondernemer. Van, hoe werkt nou zoiets? En ja, dat zien we vandaag de dag nog steeds. Ik heb natuurlijk die toeslagenaffaire meegemaakt als lid van die parlementaire enquête. En dat waren wel de momenten dat ik dacht van, weet je, als Nederland zo in elkaar zit, dan moet er echt wel wat gaan gebeuren. En dat heb ik nu gevonden bij BVNL in mooi beleid, gezond verstand. Ja. Ja. Ja, ik heb jou leren kennen als een economisch rechtse ondernemer. Echt de rechtse houtdegen van de PVV. Maar de PVV is toch eigenlijk een vrij linkse partij als je het economische programma ziet. Hoe heb je het daar kunnen uithouden? Nou ja, ja, eigenlijk omdat je vanaf dag één eigenlijk als ondernemer ook niet op die portefeuille ondernemen. Goed, daar hebben we het al vaak over gehad. Als ondernemer mag je niet een portefeuille gaan voeren eigenlijk die dan heel dicht bij je staat. Dus je wordt eigenlijk ergens anders neergezet.
In mijn geval weer dat infrastructuur prima vinden. Maar ja, dan zie je ook inderdaad, en dan blijf je aan het vechten. En dan blijf je aan het vechten met collega's, waarom doen we dat nou goed? Waarom kies je hiervoor? Waarom helpen we die ondernemers niet? Waarom? Maar vaak zag je gewoon, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, bij de PVV het rekensommetje, waar vallen, waar zitten de stemmers en waar valt er wat te halen? En daar stemden ze hun gedrag op af. En dat vind ik echt bizar. Weet je, je moet idealen hebben, je moet weten hoe je wilt als partij dat Nederland eruit moet zien. En je gaat niet sturen over waar heb ik wat te halen bij kiezers. Dat vind ik echt bizar. Weet je, je moet idealen hebben, daar moet je aan vasthouden. En dan bepaalt de kiezer uiteindelijk hoeveel invloed je gaat krijgen als partij. Inderdaad, gewoon een rechte rug houden. Ja. En joh, wij hebben elkaar volgens mij voor het eerst ontmoet bij een demonstratie over corona. We waren alle twee vrijheidsstrijders. Voor het eerst in ons leven moesten we opeens concluderen dat de staat dader was geworden. En dat de staat je allerlei dingen ging opleggen. Die hele coronatijd is voor heel veel mensen is dat verdwenen. Maar hoe zit dat bij jou? Ja, nou ja, kijk, de coronatijd de facto is dat zodanig natuurlijk wel verdwenen. Maar de impact van datgene wat daarmee is veroorzaakt, niet. Ik denk, kijk, de reden dat ik destijds in beweging kwam, ondanks dat dat misschien niet geheel bij mijn industriële status hoorde, vond gewoon dat niet op die manier kon werken. En ik denk ook dat dankzij die beweging, waar ik, maar ook vele anderen van hebben uitgemaakt, dat we ervoor hebben gezorgd dat in ieder geval die maatregelen niet een heel erg zwaarblijvend karakter hebben gekregen. Hoewel ik nog steeds vind dat er met alle wetgeving die er nu doorheen is gekomen, ik het toch nog wel heel treurig vind. Dus dat is eigenlijk wel de consequentie van die coronaperiode. En ik denk dat de coronaperiode ook voor ons een hele goede les heeft gegeven. Omdat we het inzicht hebben gekregen dat de handschoenen zijn uit. Hè? We weten nu hoe iedereen in de wedstrijd zit. Dat is natuurlijk wel een verhelderend moment geweest. Ja, maar voor iemand met een klein beetje een autoriteitsprobleem, hè, zoals jij en ik, was het ook wel een beetje een soort tweede opvoeding, een beetje gehoorzaamheidstraining. Hè? Je moest opeens een mondkapje op, je moest om 9 uur binnenblijven, je moest je coronatoegangsbewijs, je hebt je vast laten vaccineren. Ja, ga nog maar een half uur door. Ik vind het principe van maatregelen nemen op een overwogen manier, als dat daadwerkelijk zo is. Ik moet ook zeggen, de eerste 3 maanden dat corona intreden deed, had ik ook wel even van ja, we weten niet wat hier gebeurt. En dan moet je eigenlijk, het verschil tussen het oosten en het westen is dat in het westen zeggen wij als je niet weet wat je moet doen, doe iets. En in het oosten zegt men als je niet weet wat je moet doen, doe niets. Ik was op dat moment even in de niets-doen-modus, want ik wilde wel even kijken wat er gebeurde. Maar ja, al snel kwam ik er eigenlijk ook wel achter dat heel veel van die zaken die gepropageerd werden, eigenlijk iedere serieus wetenschappelijke, onafhankelijk wetenschappelijke basis miste. En daar hoorden later mondkapjes ook bij. Maar ook het idee dat je thuis moest gaan zitten. En ik zag daar een andere structuur in opdoemen, waarvan ik dacht van ja, wacht even, dit klopt niet. Nou, en dat moment van het klopt niet, hebben heel veel mensen hebben dat gehad. En van dat moment ben ik gaan ageren en heb ik ook gewoon besloten, hier doe ik niet aan mee. Mondkapjes heb ik niet aan meegedaan, QR-codes heb ik niet aan meegedaan. Nou, noem het maar, ik heb er niet aan meegedaan. Maar het heeft me verder eigenlijk helemaal niets in de weg gezeten. Want ik merkte toch best wel dat heel veel mensen waren met, als je daar het gesprek mee aanging, dat die eigenlijk ook wel oogluikend toelieten. Ik had allemaal mensen met restaurants en vrienden, cafés, restaurants. Ja, en een deurtje dicht een beetje. Ik had dus een beetje het idee van een dat 's avonds moet je dan de luiken dicht doen, want de bommenwerpers vliegen open en zo. En dat idee dat je dan ergens via een achterdeur binnenkomt. Ik vond het ook wel iets romantisch hebben en ook met gelijkgestemd. Dat gaf een heel goed gevoel. En dus ook daar heb ik ook wel weer een sprankje van hoop vastgesteld, waardoor ik denk van we gaan verder. Mooi, ja. Imke, jij zet je altijd in voor kinderen. De kinderen waren wel een beetje het kind van de rekening. En de schoolsluiting was natuurlijk dramatisch. Hoe heb jij dat toen beleefd? Ja, hoe ik dat vooral heb beleefd vanuit privé, ja, dat is heel heftig. Kinderen die in één keer allemaal thuis moesten blijven en niet meer naar school mochten. Maar wat je nu ziet, en dat vind ik veel, daar maak ik me veel meer zorgen over, is dat kinderen in die tijd amper tot geen onderwijs hebben gehad. Heel veel kinderen nu psychische problemen hebben. En dat is ook logisch, want ze zaten natuurlijk allemaal thuis en binnen.
En wat dan nog erger is, is de wachtlijsten bij gemeenten. Want daar zit natuurlijk ook de jeugdzorg. Dat je dan hoort dat bij bepaalde gemeenten een wachtrij is van 600 kinderen. En, ja, dat is gewoon absurd. En dat zijn dus, heel veel mensen zijn vergeten dat we geen vrijheid hebben gehad. En vrijheid is mijn inziens het grootste wat we kunnen hebben en wat we moeten hebben. En dat werd ons afgenomen. En daar hebben we nu, krijgen we daar de rekening van. En als onze kinderen daar niet in geholpen worden, en dat je dan nu ziet dat er gewoon echt veel kinderen beslissen, ik wil zo niet meer verder. En ouders krijgen dan in één keer een politie aan de deur. Ja, dat raakt mij. En dat moet gewoon echt stoppen. En dat moeten we nooit meer willen. En die wachtlijsten, ja, weet je, dat is iets vanuit de gemeente. Maar daar moet de provincie gewoon op gaan zitten. We moeten gewoon niet toelaten dat onze kinderen, juist onze toekomst, een probleem krijgen. Omdat ze niet geholpen worden. En dat gaat ook, kijk, dan kijken we ook natuurlijk naar preventie. Maar als we te lang wachten, wordt het alleen maar erger. En als we nu ingrijpen, als er een hulpvraag ligt en er moet hulp komen, dan moet dat gewoon nu komen. En als we te lang wachten, wordt het uiteindelijk ook alleen maar duurder. En dan willen we het natuurlijk niet over geld hebben, maar de provincie moet daar gewoon op zitten. Maar weet je, kijk, wat jij zegt, dat is natuurlijk zo. Hè? Het is ook diep triest en schande dat er zulke wachtlijsten zijn voor kinderen en voor iedereen, maar primair voor kinderen, want dat is toch ook onze schat voor de toekomst. Maar wat ik ook heel interessant vind, is dat het echt niet alleen komt door die coronaperiode dat kinderen psychische problemen hebben, maar ook dat komt door hoe wij tegenwoordig als maatschappij de weerbaarheid van kinderen eigenlijk hebben weggehaald door alle dingen die we hebben gedaan. Het faciliteren, het super faciliteren. Van alles en nog wat, waarin kinderen eigenlijk niet meer, geen weerstand meer leren ontwikkelen op dingen. En daarnaast is er een andere, hele, voor mij in ieder geval, schrikbarende complexiteit aan toegevoegd. Mm-hmm. Namelijk de identiteitscomplexiteit. Dat kinderen al op vrij jonge leeftijd in verwarring worden gebracht over hun identiteit. Dan heb ik het over seksuele identiteit, maar dan heb ik het ook over, heb je een kleur, bepaalde dingen mag je niet meer zeggen. Je moet mensen altijd een veilige omgeving bieden. Dat begint al bij kinderen. En die definities van wat het dan is niet helemaal duidelijk, maar dat wordt allemaal zo bepaald. Boeken worden herschreven in andere taal. Dit draagt allemaal niet bij tot een psychische stabiliteit van kinderen. En waarschijnlijk zal het nog meer gaan bijdragen aan lange wachtrijen en kinderen die zorg behoeven door dit soort uitwassen. Ja, kijk, dat hele wokeisme, dat zie je in alle onderdelen van de samenleving. Maar toch even terug naar corona, want Roy, jij bent ondernemer. Het Nederlandse MKB werd compleet geslacht. Achteraf totaal ten onrechte. De meest bizarre dingen. Ik geloof dat op een gegeven moment 2,8% van de besmettingen te herleiden was naar de horeca. Wat deden we? De horeca ging dicht. Het was een totale bizarre situatie door ambtenaren gecreëerd in Den Haag. Hoe heb jij daar als ondernemer naar gekeken? Ja, het was bizar natuurlijk om die ondernemers, collega-ondernemers om je heen te zien die aan het worstelen zijn, die in de problemen komen. Niemand begreep het ook, weet je. Wij zaten in die bouwsector en in die bouwsector, ja, weet je, je moet naar de mensen toe. En je zag ook de mensen thuis, dat viel mij dan op. Dan denk ik, de overheid ging van alles sluiten, maar de mensen thuis zaten daar helemaal niet op te wachten. Die zeiden gewoon, weet je, mijn huis moet af, mijn huis moet klaar, dus kom vooral, weet je. Dat was helemaal geen issue, dus dat zag je echt. Die tweedeling tussen de mensen die gewoon gezond verstand gebruiken en zeggen van nou, weet je, ja, we moeten wat oppassen, er gaat de griep rond en zo, maar we moeten wel, het was gewoon behapbaar, weet je, het was niet, het sloeg niet door zoals het overheidsbeleid, daar gaat het gewoon, dit was gruwelijk misgegaan, weet je, door gewoon onze kwetsbare mensen gewoon te beschermen, en in plaats van de hele samenleving op slot te doen, ja, dat is echt bizar geweest, dat is voor ondernemers ook niet uit te leggen. Ja, er was ook een grote regionale spreiding. Hè? We hebben destijds wel moties ingediend om bijvoorbeeld per provincie een ander beleid te voeren. Als in Brabant een enorme uitbraak is en in Overijssel er gewoon geen enkele coronapatiënt is, ja, waarom moeten de kroegen dan in Overijssel dicht? Eens. En wij waren ook, wat dat betreft staan we wel een beetje bekend om nuchtere inwoners, wat dat betreft in Overijssel. Die ook niet zo ingewikkeld altijd doen. En gewoon kijken van wat is nou goed, wat moet er nu gebeuren. En wat gewoon opviel is dat inderdaad de horeca gesloten werd. Daar mochten we niet meer toe. Maar ziekenhuispersoneel, wat besmet was, gewoon moest gaan werken. Want dat kon niet anders. Ja, dan denk ik op een gegeven moment vraag je met elkaar af van wat
Welke tegenstellingen zijn nu nog acceptabel? Wat wil je nu precies? Waar is dit beleid op gestoeld? Of is het überhaupt nergens op gestoeld? Want ja, ik denk dat zo langzamerhand tijdens corona het enige wat we deden, denk ik, als samenleving was leven van persconferentie naar persconferentie. En kijken wat Rutte weer uit zijn duim zoog om ons nog verder te beperken. Ja, samen met onze grote vriend Hugo. Ja. Dat was natuurlijk ook een rare situatie op een gegeven moment dat... Dat personeel in de verpleeghuizen mocht geen mondkapjes dragen. Maar we moesten wel in de trein gaan zitten met een sjaal om ons hoofd. Want daarmee beschermde je tenslotte de ander. Heb jij eigenlijk een mondkapje gedragen? Ja, precies wat Ennio zojuist zei. De eerste maand dan denk je van ja, wat is dit? Is het misschien een ebola of zo? Ja, dan ben je bang. Dat had ik wel. Ik denk van ja... Ik vond het wel spannend, maar op een gegeven moment denk ik, ja, dit kan niet meer, hier klopt iets niet. En dan ga je ook zelf dingen zoeken en nee, dan heb ik hem niet meer gedragen. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik gewoon op vakantie ben gegaan zonder QR-pas, want dat deed ik ook niet aan. Dat heb ik nooit gedaan, vind ik ook echt het ergste wat we hebben gedaan, dat we niet ons hebben gehouden aan artikel 1, dat je iedereen gelijk behandelt. Dat is mijn inziens echt niet gebeurd. Dus ik heb daar niet aan meegedaan, aan die waanzin. Ja, kijk, angst was natuurlijk echt een soort machtsmiddel geworden, hè, van Mark Rutte en Hugo de Jonge. En angst is natuurlijk echt iets vreselijks als de staat dat gebruikt om je ergens toe te dwingen. Hè, bijvoorbeeld in zo'n vaccinatiecampagne. Je hebt er altijd heel erg hard voor gemaakt dat je dat zelf moet beslissen. Ja kijk, mijn basisprincipe is... zelfbeschikkingsrecht in de context van een sociale structuur waarin je leeft. Kijk, als ik zelfbeschikkingsrecht heb en ik woon op 1500 hectare ergens in Australië, dan is het makkelijk. Maar als we hier met 18 miljoen mensen over zelfbeschikkingsrecht hebben, dan moet je dat eigenlijk binnen de setting van onze samenleving kunnen definiëren. En daar is best ruimte voor om dat goed te doen. Die vrijheid die moeten we hebben. En ik denk ook dat het gewoon in de grond... We weten ook dat het in de grondwet is geregeld, maar het is allemaal met de voeten getreden. En dat heeft mij eigenlijk woest gemaakt. Weet je? Ik denk van ja, we worden hier... Even op plat Nederlands, we worden hier zwaar gepiepeld met z'n allen. En angst als de grote drijfveer. Hè? Als je dan over twee principes spreekt, dan heb je eigenlijk... Mensen zijn of angstgedreven of door liefde gedreven. En ik kies voor het laatste, alhoewel ik soms ook bang ben. Hè, en dan probeer ik bij mezelf te analyseren, waarom ben je nou eigenlijk bang? En uiteindelijk komt het omdat ik bang ben om iets te verliezen. En dat is de essentie, want dat is waarop wordt gestuurd. Hè, er zitten allemaal psychologen achter deze hele programmatuur die over ons uit wordt gestort. Dat is niet voor niks. Elke keer wordt er een testballon losgelaten en dan worden we daarmee, wordt onze reactie als bevolking wordt getest. Dat zie je ook constant gebeuren. En als je dat ziet, dan kun je ook daar iets mee doen. Hè? Maar de meeste mensen hebben dat niet in de gaten. Want ja, die denken, de energieprijzen gaan omhoog. We kunnen ziek worden, we kunnen doodgaan. Ja, by the way, we kunnen doodgaan, nieuws. Hè? Maar misschien niet op de manier zoals het ons nu wordt voorspiegeld. Ja, de regering maakt ons tegenwoordig bang voor alles. Hè. We moeten bang zijn dat de planeet explodeert, bang voor de zeespiegelstijging, want we gaan allemaal onder 7 meter water staan. We moeten bang zijn om een biefstuk te eten, we moeten allemaal insecten gaan eten. Bang zijn voor de volgende pandemie, of dat nou apenpokken is of weet ik wat. Ja. Ben je bang voor stikstof? Ik ben zeker niet bang. Ik heb wel geleerd na mijn 4 jaar in de Tweede Kamer dat ik nergens meer bang voor ben. Wel bang voor beleid wat uit de Kamer komt, wat dan weer wel. Want dat is echt, nee, weet je, je noemde net een aantal voorbeelden die totaal niet op feiten baseren. En daar word ik helemaal gek van, weet je. Maak nou eens keuzes, dit kun je niet, je kunt dit gewoon niet uitleggen. Die hele stikstofdiscussie kunnen we gewoon niet uitleggen aan die boeren. Ik bedoel, we moeten zuinig zijn op onze natuur. Dat is het enige geloof ik wat Brussel heeft opgeschreven. En er zijn een stelletje idioten daar in Den Haag die bedacht hebben, we gaan al die boeren op slot zetten, want die moeten we tenslotte kwijt. Het is gewoon een die D66-agenda, die moet doorgedrukt worden en gezond verstand is ver te zoeken. Nou, een topman van Ahold heeft laatst gezegd dat van de 50.000 boeren er best 5.000 weg kunnen. En dat, met dat gemak wordt zeg maar de hele boerenstand, al die mensen worden van hun land gejaagd. En wordt er op een hele rare manier omgesprongen met ondernemers die soms al 15 generaties hetzelfde land bebouwen. Ja, dat is natuurlijk niet de eerste keer. Vorige week hadden we een bijeenkomst in Overijssel. Toen heb ik het ook al eens benoemd.
dat ik zeg maar de bingo-kaart zo langzamerhand vol had met 1, 2 en 3. En de eerste was de toeslagenaffaire waar ik mee heb gemaakt, waar je ziet wat de overheid doet. De tweede werd gisteren natuurlijk bekend, een vreselijk rapport over Groningen, hoe dat gegaan is overheidstechnisch. En boeren is nu gewoon nummer 3 geworden, weet je. We zijn gewoon, keer op keer worden we gewoon, worden de hele sectoren afgeslacht door de politiek. Ja, en de vissers, en, ja, en de binnenvaartschippers, ja, en de bouwers. Ja. Dus moet Rutte weg? Rutte moet absoluut weg. Maar dat is niet de enige die weg moet. Ik denk dat er wel een heel erg verschuiving mag gaan komen. En dat we er echt mensen neer moeten gaan zetten die praten, die verstand hebben van wat ze zeggen. Dus die weten waar ze over praten. En dat gebeurt nu gewoon niet. Ik ben heel eerlijk. Er zijn bepaalde onderwerpen waar ik niet heel veel kennis van heb. Maar dan ga ik wel zorgen dat ik daar kennis van krijg. Want dat moet. Hè. Wij willen natuurlijk wel weten waar we over praten. Maar dan wordt er gezegd dat een bakker de oven op 100 graden moet gaan zetten. Dat is bij mij in de provincie. Ja, nou ja, sorry, maar dan heb je daar duidelijk gewoon helemaal geen kaart voor gegeten. Nee. Ja, dat is kijk, gewoon weet je, te bizar voor woorden. Kijk, weet je, er is een bepaalde tendens aan de gang. Hè? En je ziet, de vraag moet Rutte weg, dat open je eigenlijk een blik met wormen. Hè? Als je dat zo'n vraag op tafel legt, maar goed. Het is niet, kijk, Rutte is in feite het gezicht van een uit de hand gelopen systeem. En wat je dus ziet in al die jaren dat Rutte premier is, zie je dat hij eigenlijk de mensen die hij heeft geselecteerd, dat langzaam, in eerste instantie waren alle partijen nog wel een beetje, stonden nog wel een beetje voor hun partij, idealen en ideologieën. En langzaam zie je eigenlijk dat allemaal naar elkaar toe groeien naar een soort van totalitair blok, zou ik haast willen zeggen. En vervolgens worden daar mensen uitgeselecteerd die op posten worden gezet waar ze echt, zoals ze zich de ballen verstand van hebben. En gewoon geen verstand. En dat zie je. En die incompetentie die nu op kabinetsniveau speelt, die zie je dan ook doordruppelen in de vervolglaag in het bedrijfsleven. Een goed voorbeeld is de benoeming van bijvoorbeeld Wouter Koolmees. Nou, ik heb niks op de man persoonlijk. Ik bedoel, ik ken hem niet. Ik kan ook niet de persoon als zodanig beoordelen. Ik kan alleen beoordelen wat hij wel of niet doet of schijnt te kunnen of niet te kunnen doen. En die wordt benoemd in een bedrijf dat in een zware crisis ligt, de Nederlandse Spoorwegen. Waar mensen in zitten die ingenieur zijn, die 30 jaar bij het bedrijf werken, die vervolgens niet uit het bedrijf naar boven drijven om dat bedrijf op een goede manier te hand te nemen. En dit zijn allemaal symptomen. Het zijn allemaal symptomen van een bewust aansturen op incompetentie. Want op die manier worden we eigenlijk technocratisch aangestuurd door een ambtenarij. Die ook weer zwaar gelobbyd worden door allerlei andere organisaties. En daar hoef ik nu niet in detail op te treden, maar dat zie je gebeuren. En je ziet ook een minister die naar de Tweede Kamer komt. Of ze nou van Huffelen heet of Van de Wal. Hey, die komen met brieven die niet door haar zijn opgesteld. Die ze waarschijnlijk toen ze naar het toilet ging even heeft doorgenomen. En vervolgens in de Tweede Kamer uitrolt. Dit hebben die mensen niet bedacht. Maar ze hebben gewoon geen verstand van zaken. En dat is vind ik heel kwalijk. En dat zij weg moeten, dat is evident. Maar ja, kijk, we hebben Christiane van der Wal op stikstof. Hè, ze weet niks van stikstof. We hebben Dylan Jezulgus op justitie. Hij heeft geen rechten gestudeerd. We hebben Rob Jetten, die niets weet van klimaat en die energie. Die niets weet, punt. Niets van klimaat en energie. Nee. Mijn inziens kan dat gewoon echt niet. Maar de vraag is dat echt bewust zo gekozen? Of is dat toeval? Ja. Nee, maar goed, het zijn allemaal. Oké, ik zei net, wat al te, met al te gestrekt been, zei ik, Rob Jetten kan niets, punt. Dat is niet waar, hè? Ik bedoel, hij kan natuurlijk ook iets. Hij heeft gestudeerd, intelligente jongen, en zo zijn er wel meer. En iedereen die heeft zo zijn vakgebied. Maar als je ziet dat allerlei mensen worden benoemd. Kijk, ik ben niet eens remotely fan van Kaag, weet je. Ik heb wel vroeger veel respect voor haar gehad, voor haar vaardigheden als diplomaten in het Midden-Oosten. Nadat ze eerst minister van Buitenlandse, nog even los van de vraag, of ik het helemaal mee eens ben, gaat die even niet om. Haar expertiseveld is buitenlandse zaken. Daar wordt ze helemaal warm van. Het is zelfs nu nog, als minister van Financiën, doet ze nog steeds graag hele leuke dingen waarvoor ze in het vliegtuig mag gaan stappen. Dus die zit totaal op de verkeerde post. Ze heeft van Financiën echt geen verstand. En dat merk je ook keer op keer. Dat als ze inhoudelijke vraag krijgt, dan stoppen de machientjes bij haar. En Wopke Hoekstra, die snapt meer van financiën dan waar hij nu mee bezig is. En dat ligt de CDA dus ook windeieren in dat geval. En dat merk je ook. Dat is allemaal prima trouwens. Alleen, die keuze is, het kan niet zijn dat dat
niet bewust is gedaan. Die mensen zijn cumulatief bij elkaar niet dom. Dus op het moment, kijk, als je één misstap maakt, dat je denkt, nou, we noemen Jezilgus op justitie. Want ja, ze roept wel eens wat zinvols over justitie. Zwaar, hè, dat kun je één keer doen. Maar je kunt niet over de hele linie van het kabinet mensen benoemen die gewoon heel duidelijk geen verstand hebben. Nul verstand hebben van de Ollongren op defensie, my god, weet je wel. Je kon niet eens een sergeant van een kolonel onderscheiden. Ja, en nu praat ze alsof ze de grootste militaire strategen zijn die we hebben gekend deze eeuw. Maar dat is natuurlijk vreselijk. Ja, toch nog even over het bedrijfsleven. Dat door al deze incompetente mensen onder vuur ligt. Het MKB gaat dan onderdoor. We zien een verschuiving van, nou ja, zeg maar, een soort kapitalistisch systeem waarbij ondernemers lekker bezig waren, geld verdienden en belasting afdroegen. Naar een stel bureaucraten die de macht hebben gegrepen. Wat moeten wij doen om het vestigingsklimaat, of het ondernemersklimaat in Nederland te verbeteren? Ik zal eerst zeggen, maar dat is heel kort op de bocht, maar gezond verstand. Gewoon gezond verstand van, kijk nou gewoon, wat heeft die ondernemer nodig? Weet je, valt het niet lastig met allerlei ingewikkelde constructies, allerlei regelingen waar je niet stapt, waar je naartoe moet. Continu weer brieven van, dit moet je weer aanleveren, dat moet je weer aanleveren. Die ondernemer wil bezig zijn met ondernemen. En die wil daar niet zoveel beperkingen hebben, weet je. En of dat nou in de bouw is, waar die nu niet kan bouwen door die idiote stikstofregels die er zijn. Of de MKB die niet verder kan, die tegen allerlei gekke dingen aanlopen. Over dingen, reclameuitingen wat niet mag. Of vergunningverlening wat heel lang duurt. Ja, daar word je helemaal gek van als ondernemer. Weet je, ondernemer wil niet de hele dag bezig zijn achter zijn bureau om maar formulieren voor die gemeentes of die provincies in te vullen. En dat ergste is nog dat ze het af en toe ook nog oneens zijn. Dan zit je met de ene aan tafel en vervolgens krijg je weer weerstand van de andere overheidslaag. Ja, daar word je helemaal gek van, weet je. En dat zie je steeds meer. Dat je de landelijke overheid bedenkt allerlei idiote dingen. Wat logisch is, wat we net geconstateerd hebben. Als je mensen op posities zet die er geen verstand van hebben, gaan ze hele gekke dingen bedenken. De Rijksoverheid gooit het over de schutting naar provincies. En provincies gooien het over de schutting naar gemeenten. Ja, weet je. En onderaan de streep is de ondernemer de dupe. En die krijgt die al die ellende op zijn bord. Maar is het niet een beetje de schuld van de ondernemer zelf ook, dat we de politiek over hebben gelaten aan mensen die geen ondernemer zijn, die meestal niks bijdragen, die misschien nog nooit een baan hebben gehad, die 2 jaar politicologie hebben gestudeerd en daarna in de Tweede Kamer gaan bepalen hoe jij als ondernemer je tent moet runnen? Nou, kijk, voor een deel ben ik het met je eens. We hebben natuurlijk toegeconstateerd dat we de enige 2 ondernemers in de Kamer waren. Aan de andere kant moet je natuurlijk voorstellen, een ondernemer die hard werkt om zijn geld te verdienen, elke dag hartstikke druk is, moet hij dat dan allemaal op gaan geven? Moet hij dat dan te grabbel gooien om in die zaal met 150 Kamerleden te komen waar eigenlijk niks uitkomt? Weet je, als je dat bij elkaar ziet en iedereen eigenlijk alleen maar bezig is met het baantje. Die ondernemer wil geen baantje, die ondernemer komt met idealen om zijn Nederland beter te maken. En zodra je het probleem krijgt dat je 150 Kamerleden hebt die bezig zijn met hun eigen belang in plaats van het belang van Nederland, ja, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Ja. Dan komt er geen visie. Ja, overigens, Roy, wat jij zei over die hele bureaucratie, ik parafraseer, waar de ondernemer last van heeft. Dat is eigenlijk door de hele linie. Hè? Dat is niet alleen beperkt tot ondernemers. Want de pilaren van onze samenleving, de zorg, de politie, onderwijs, die hebben natuurlijk ook continu te maken met bureaucratie, waardoor eigenlijk hun kerntaken niet meer goed uitgevoerd kunnen worden. En wij dus eigenlijk geconfronteerd worden met ernstige tekorten, of je nou zorg, politie. Ja, iedereen kraakt en steunt en zucht onder deze omstandigheden. Kijk, het systeem van ondernemers die de maatschappij dragen, MKB als zijnde de kurk van de samenleving, dat is absoluut waar, maar er was altijd een heel homogeen geheel als samenleving. We hebben in de afgelopen 50 jaar hebben wij een hele mooie samenleving met allerlei ook uitspattingen en met polarisaties gehad. Maar in het verleden stonden mensen ergens voor en die uiteindelijk vonden ze elkaar ergens. En dat maakte onze samenleving zo mooi. Hè? De gezonde spanning tussen werkgevers en werknemers, iedereen die toch ook hun belangen op een bepaalde manier met elkaar constant in die arena zetten, maar wel op een manier dat het constructief is geweest. En dat mis ik de afgelopen 15 jaar, is dat de constructieve houding van partijen en de destructieve houding van mensen die op dit moment de politiek bedrijven en leiden, die de partijen niet meer bij elkaar brengt, maar bij de partijen uit elkaar aan het jagen zijn. Dat is, ja, dat,
dat verbijstert. En ik kan daar eigenlijk heel erg slecht tegen. En ik begrijp het. Rationeel gezien begrijp ik het ook niet. Ik heb wel alle theorieën, maar ik begrijp het niet waarom dat nu zo is. Heb jij daar een idee in, Wiebe? Nou, je stipt wel een paar beroepsgroepen aan die volkomen ondergewaardeerd zijn geraakt. Hè? De mensen in de zorg, de politie, defensie, docenten in het onderwijs. Op de een of andere manier kon je vroeger, als je een baan had in het onderwijs of in de zorg, kon je daar een gezin van onderhouden. Dat kan niet meer. En het verschil tussen iemand die niets doet en iemand die in een van die vier sectoren werkt, is gewoon belachelijk klein. Sterker nog, als je op de bank zit en Netflix en je gaat in een laagbetaalde baan werken, dan hou je netto minder over. Dus het heet natuurlijk de armoedeval. Hoe gaan we die oplossen? Ja, ik wil daar nog even op reageren, Wibram, wat jij aangeeft over bijvoorbeeld dat stukje van de zorg, maar ook de politiek die niet helemaal op de stoel zit waar die hoort te zitten. Ik merk dat zelf als gemeenteraadslid, fractievoorzitter dan. Andere raadsleden lezen af en bereiden zich voor vooraf en dan is er geen debat meer. Tenminste, bij ons in de gemeente is dat niet meer. En ik vond het zo mooi dat jij toen zei van we moeten gewoon onszelf kunnen zijn en we moeten onszelf blijven. Dus wat doe ik? Ik bereid me niet voor. Ik zit daar puur, natuurlijk bereid ik me voor en ik wil weten waar het over gaat. Maar ik ga niet een tekst voorbereiden. Ik praat gewoon uit mezelf en wat er in me opkomt. En niet dat ik lees als een soort van computer. En daar gaat het al mis en dan krijg je ook die bureaucratie en dat mensen op een stoel gaan zitten terwijl ze niet weten waar ze over praten. En die zorg en jeugdzorg, maar ook de politie, et cetera. En daar moeten we wel iets in gaan doen. En armoede, ja, dat heeft daar allemaal uiteindelijk weer mee te maken. Want we zien ook dat stikstof, die waanzin nu allemaal. En dat we in één keer een rekening krijgen van torenhoog qua energieprijzen. Ja, dat gaat nergens meer over. En als we daaraan beginnen, dus eigenlijk begin bij de basis, dat we weer gaan luisteren naar onze burgers, dat we daar mensen neerzetten die weten waar ze over praten. En dan gaat dat al veranderen. En dat is nu, daarom zijn deze verkiezingen gewoon ontzettend belangrijk. Dat zeg ik ook tegen iedereen. Dat denk ik niet. Het is absoluut de belangrijkste verkiezingsperiode ooit. En daarom is het nu van belang om nu te gaan stemmen. En te stemmen op een ander geluid. Juist op een geluid dat het geluid van Nederland weer terugkomt. Nou, maar Imke, jij wordt morgen minister van VWS. Van volksgezondheid, wat is het eerste wat je gaat veranderen? Minister van Volksgezondheid kan ik niet worden, Wibren. Want ik heb niet zoveel kennis daarover dat ik dat kan. Dat ik daar zal zitten en absoluut het belang van Nederland voorop zet, dat is punt 1. Maar minister, daar moet iemand zitten die daar echt verstand van heeft en het belang van Nederland voorop zet. Dat vind ik ontzettend eerlijk. Dit is eigenlijk hoe we het zouden moeten doen. Hè? Van, ja, maar dat is het. De politiek is niet een spel. Dat wordt door heel veel mensen gezegd, maar het is het geluid van de burgers terughalen naar en vertalen in echte regels. En stop met al die waanzin. En als iets niet meer werkt, wat vroeger misschien ooit wel gewerkt heeft, gooi dat gewoon van tafel en stop met al die onzin. Dat is het meer. Ja, mooi. Ja, we hebben nog een grote angst voor het klimaat. De planeet gaat straks exploderen. De Noordzee dendert over ons heen. We hebben een grote energiecrisis. Hoe zit het in Overijssel? Hoe gaan we daar voorkomen dat we onder water komen te staan? Ja, het bizar. Weet je, als ik dan Overijssel, ik moet dan twee dingen. Ik zat in Overijssel natuurlijk als statenlid. Dat heb ik het allemaal meegemaakt. Maar dat kwam natuurlijk uiteindelijk. Eerst begon met landelijk beleid. Ooit mijn medespeech in de Tweede Kamer was nog op klimaat. Toen was klimaat nog geen issue in de Kamer. Toen werd het een beetje die kleine linkse partijtjes, die hadden het af en toe nog even over. Maar daarna werd het groot, werd het booming. Inderdaad kregen we zeespiegelstijgingen van meters tegelijk. Waarvan ik zei van hoe dan? Weet je, dat is totaal niet op feiten gestoeld. Overijssel zat nog heel goed in de slappe was. Had hun energiebedrijf Essent verkocht toen voor miljarden. En die dachten van, ja weet je, hier moeten we inspringen. Dus er kwamen klimaatfondsen, energiefondsen, allemaal revolveren. Dus het geld zou uiteindelijk allemaal terugkomen. En in de verdubbelaar werd ingezet en het ging allemaal geweldig. Nou, de provincie heeft ons nu al gewaarschuwd als partijen voor de komende verkiezingen. Houden vast rekening mee dat na de verkiezingen het allemaal een stuk minder is. En dat we de tering weer naar de nering moeten gaan zetten. Want de afgelopen jaren CDA, VVD-beleid heeft alles er wel doorheen gejaagd.
Meneer, je hebt jarenlang bij Shell gewerkt, hè, in de energiesector. Je bent expert op dat gebied. Klopt er iets van al die ellende? Ja, nou ja, kijk, bij Shell hebben wij, ook toen ik daar nog was, is er altijd wel een tegenstelling tot wat mensen soms denken. Is Shell wel degelijk altijd bewust geweest van de impact die fossiele brandstoffen hebben. Dat kunnen we niet ontkennen. En we hebben klimaatverandering. We hebben eigenlijk drie dingen. We hebben klimaatverandering. Ik behoor niet tot de groep die dat ontkent. We hebben klimaatverandering. Ik heb wel discussie met mensen over de oorzaak. Maar klimaatverandering hebben we. Dan hebben we milieu. En we hebben het fenomeen van de laatste 150 jaar zijn fossiele brandstoffen. Voordat wij fossiele brandstoffen hadden, hadden alle mensen die verwarmden hun huizen met hout en kolen en turf te verbranden. En dat was niet. De straten roken toen ook niet zo lekker. Er zijn plaatjes van Dickens van Londen. En, dat je met een zwaard door de mist kon. En door de fok die veroorzaakt werd door dat soort verbranding. Dat is allemaal een stuk opgeknapt. Fossiele brandstoffen hebben ons gigantisch veel gebracht. Fossiele brandstoffen hebben aan de grond gestaan van onze welvaart. Ik werk op raffinaderijen, nog steeds. Doe ik met veel genoegen en ik veel bewondering. En ik irriteer mij soms mateloos aan het gemak waarmee gesproken wordt over raffinaderijen, dat het de grote boeven zijn en de vervuilers. Terwijl men nog steeds wel in een kerosinejet stapt richting Spanje op vakantie. Weet je, die incoherentie, die inconsequentie en die hypocrisie, of misschien is het wel gewoon onwetendheid, kan ook, die mensen in het algemeen hebben, vind ik verschrikkelijk. Mijn stellige overtuiging op basis van wetenschappelijk onafhankelijk onderzoek is dat de klimaatverandering niet per se door fossiele brandstoffen. Kijk, fossiele brandstoffen helpen niet om klimaatsverandering te accelereren, maar het helpt ook niet om het tegen te gaan als je het weg zou halen. Nog even los van de vraag is, als we dat in Nederland zouden doen, wat zou dan de impact zijn als dat waar zou zijn? Mm-hmm. Die klimaatsverandering die vindt plaats en dat is een feit. Ik denk dat wij al onze triljarden die we nu stoppen in volgevreten mensen naar Sharm el-Sheikh te sturen, dat we die eigenlijk zouden moeten aanwenden om gewoon een duurzaam leefmilieu te creëren. Een goed milieu. Ik bedoel, we kunnen niemand die ik ken, links, rechts, boven, zwaar, onder, niemand heeft bezwaar tegen een mooie groene omgeving. Kijk, en dan heb je, mensen praten over natuur. Nou, de definitie van natuur volgens de Dikke Van Dalen, dat is een andere als datgene wat in de wandelgangen wordt gebruikt. Maar als wij ervoor kiezen om te investeren in bosbouw, in bomen, in een duurzame maatschappij waar ik niks op tegen heb, dat wij gewoon niet in die hele zware consumptiemaatschappij zitten. Ik hoef niet alles in een plastic tasje mee te hebben. Daar ben ik best wel allemaal mee eens. Dat zijn allemaal dingen die bijdragen aan een goed milieu. De plastic soep en al die andere dingen. Dat is milieu. Laten we dat geld in het milieu stoppen, want als we dat doen, dan is de cherry on the pie, de kers op de taart, sorry. Die is dat vanzelf eigenlijk ook allerlei andere dingen opklaren. Weet je, en ik denk dat we daar eigenlijk de focus op moeten zetten. Maar ja, want ik was pas geleden in een omgeving in Noord-Holland, in het provinciehuis. En er waren allemaal mensen, het ging over water en over milieu. Dus ik, ja, die windmolens. Als wij windmolens en zonneparken. In Nederland is een klein land en nu gaan we onze Noordzee gaan wij volgooien met windmolens. De waardeketen om die windmolens of de bevoorradingsketen om die windmolen te creëren. Als je weet waar de grondstoffen vandaan komen om dat te doen. Als je daar echt over gaat nadenken, dan zou je zelfs als je een oprechte oude stempel GroenLinks zou zijn, zou je zeggen ja die windmolens moeten we niet willen. En toch gebeurt het. Omdat men niet naar al die bijeffecten wil, ook het feit dat die windmolens vogels doodmaken, zeehondjes op het verkeerde been brengt in het water, de koersen raken, er wordt een microklimaat gecreëerd doordat je die wind allemaal op een andere manier laat waaien. Er zijn zo verschrikkelijk veel bijeffecten waarvan de wetenschap weet dat zo is. Ik spreek mensen van Wageningen die weten dat het zo is. Maar toch wordt dat niet, men doet daar de oogkleppen voor op, want het enige wat men wil zien is dat daar duurzame elektriciteit mee wordt opgewekt, wat uiteindelijk niet zo is. Dus er zijn zoveel vragen die bij al dit soort dingen opnoemen en ik heb daar overal een oplossing voor. Er zijn gewoon, we hebben het er vaak over gehad, maar we verkeren ook in die energiecrisis die we hebben, verkeren we eigenlijk in een crisis.
één grote crisis. En die crisis is puur het resultaat van beleid. En dat kunnen we gewoon anders doen. Het kan gewoon anders. En het ook op een wetenschappelijk verantwoorde manier. En ik spreek met mensen die in de top 5 van de machthebbers in de wereld hebben gestaan. Dan kun je mensen wel zeggen, ja, controlled opposition hoor ik dan ook wel eens. Maar het is onzin. Er zijn mensen die echt van de hoed en de rand weten. En dan heb ik het over mensen zoals Jeroen van der Veer, Lord John Brown, ex-BP CEO. Als je die mensen hoort, die noemen het energy illiteracy. Gewoon de onkunde, het analfabetisme in de energiewereld die zich om... dan komen we weer trouwens bij incompetente mensen. Die omslaat naar beleid van mensen die alleen maar puur op ideologie beleid willen uitrollen, wat gespeend is van elke vorm van wetenschappelijke onderbouwing. En kijk, en dat is een hele enge toestand waar we echt vanaf moeten. Ja, maar even inhakend daarop. Het is niet alleen dat we in de Noordzee die windturbines willen plaatsen, maar ook Limburg heeft daar last van. En dan gaan we gewoon echt boeren die bomen kweken, gaan we wegsturen, wegjagen, want daar willen we windturbines neer gaan zetten. Dus dan halen we de longen van ons halen we weg, want we halen zuurstof natuurlijk uit de natuur. En dan gaan we daar windturbines neerplaatsen die niet alleen schadelijk zijn voor dieren, maar ook voor mensen. Dat is nu ook bewezen. En als je dan ziet dat Nederland nog andere regels hanteert met hoe ver een woning er vanaf mag staan dan bijvoorbeeld Denemarken, dan hebben we daar gewoon ook veel te weinig kennis in. Plus, het feit, wat doen we over 10 jaar met die dingen? Dan zijn ze gewoon helemaal rot. En waar gaan we ermee naartoe? Ja, maar je bevestigt, is dat dan duurzaam? En dan denk ik inderdaad, wat je aangeeft. Kijk, het is belangrijk dat we goed voor ons milieu zijn. Maar daarin zijn wij, denk ik wel, of weet ik, zijn wij groen rechts. We vinden het goed dat je huis, dat je dubbelglas doet. Dat je zelf initiatief neemt. Dat je zonnepanelen op het dak legt, maar legt die niet in onze weilanden waar onze boeren moeten boeren voor ons eten. Ja. Precies dit. Ik denk dat groen rechts een mooie afsluiter is van dit onderwerp. Groen rechts ooit gemunt volgens mij door iemand wiens naam we maar beter niet meer kunnen noemen. Maar ik heb daar ook vaak campagne op gevoerd op groen rechts. Gewoon met gezond verstand de juiste dingen doen. Goed zorgen voor het milieu, het klimaat. Ja, laten we die discussie in godsnaam vergeten. Maar gewoon de juiste dingen doen. Je had nog een ander punt waar je hard voor maakte. En dat is het grote probleem op de woningmarkt. En dan met name woningen voor oudere mensen. Ja, wat we zien de afgelopen jaren. Kijk, onze ouderen hebben ons land opgebouwd. Dan moeten wij gewoon, wij moeten hun dankbaar zijn. Wij moeten hun omarmen. En dat mis ik. Want wat hebben we gedaan de afgelopen jaren? Al die bejaardenhuizen zijn allemaal gesloten. En dan hebben we gezegd van, nou oké, dan laten we die ouderen thuis. Dat is heel mooi, als dat kan. En als dat op een gegeven moment niet meer kan, en daar moet voor gezorgd worden, dan zijn daar de mantelzorgers. Mantelzorgers zijn echt ontzettend belangrijk. Maar die moeten we ook omarmen. En dat scheelt, er staat miljoenen. Maar we omarmen die mensen niet meer. En iedereen is ontzettend druk. En iedereen wil zorgen voor zijn ouders. Maar als het op een gegeven moment te veel wordt, ja, waar ga je dan naartoe? Al die bejaardenhuizen zijn gewoon dicht. En die moeten gewoon open. Die moeten gewoon terugkomen, open. En dan heb je de oplossing voor de woningmarkt. Want als de bejaarden naar een goed verblijf kunnen, dan zijn die woningen vrij voor onze jeugd. En onze jeugd is dan weer de toekomst van Nederland. Ja, ik denk is gewoon ontzettend belangrijk dat we goed zorgen voor mensen die ons land hebben opgebouwd. En dat we zorgen dat onze jeugd, de toekomst van ons land, een woning kan krijgen in de gemeente waar zij dat willen. Ja, dat is een correcte opbouw. Het is gewoon niet aan de orde op dit moment. En we zitten helemaal vast in die woningmarkt. En dan hoor je de ene zeggen, er is een booster op de woningmarkt. We moeten daar flink wat mee doen. Nou, dat roep ik al jaren en dat is niet gedaan. En we kijken niet naar hoe we het kunnen oplossen. We schreeuwen maar van alles en er zijn geen oplossingen. En alle oplossingen die er waren, die hebben we zo hop, hats, plat van tafel gegooid. En dan kom je eigenlijk weer terug op dat wij denken met gezond verstand en op oplossingen zoeken. En echt kijken naar van ja, hoe kan het dan?
En ja, dat is wel een... Ja, je hebt natuurlijk die sociale, de geschiedenis, hè, eigenlijk heel kort, mm-hmm. is zo geweest dat voor de oorlog werden dingen in een lokale community, een lokale gemeenschap, werden die opgelost binnen families. Men zorgde voor elkaar, ouderen bleven bij kinderen, kinderen bleven bij ouderen. Dat was een beetje zoals het zoals van mijn vaders kant in de Zuid-Italiaanse omgeving gebeurde dat ook. En trouwens is dat daar ook nu zwaar aan het verminderen. Dat komt ook dat er veel meer minder kinderen zijn. Dat werd opgevangen door het socialistische concept na de oorlog, bejaardenhuizen. Nou, maar dat vond ik ook niet geweldig, want al die mensen werden in bejaardenhokken gestopt. En het was dan van, oké, je bent uitgerangeerd, je hebt gediend in de samenleving en nou mag je in een hokje en dan word je dan verzorgd en dan, totdat je eruit gedragen wordt. Dat was ook niet ideaal. En dan krijg je nu dan die pendule, die keert dan weer terug van dat, ja, ouderen moeten zo lang mogelijk op hunzelf blijven. Dat heeft ook te maken onder het mom van... respect en dat mensen ook dat je mensen ook moet gunnen. Maar er zit ook weer een heel ander pervers mechanisme achter. Het heeft te maken met geld. Maar het heeft ook te maken met die bureaucratie waar we het straks over hadden. Ja. Als wij de zorg weer gaan laten zorgen, dan valt dat al weg. Ja. En dan zijn we wel respectvol. En dan gaan we niet mensen een week lang niet douchen en in hun eigen urine laten liggen een hele nacht. Nee, dan gaan we zorgen voor die mensen. En dat is, denk ik, waar we het straks over hadden, uiteindelijk het allerbelangrijkste. Ja, maar dat zijn de symptomen, hè, Imke. Want wat je nu zegt, dat zijn de schrikbarende uitwassen van beleid, hè, en in de zorg. Die marktwerking van die zorg, die heeft niet goed uitgepakt. Hè? Want het is niet, A is het niet een echte marktwerking. B hebben wij een zinloze managementlaag ertussen gecreëerd die eigenlijk daar zit voor de bonussen en eigenlijk nul toegevoegde waarde. Kijk, in de zorg, maar dus bij al die publieke diensten, moet iedereen die daarin werkt, die moet een daadwerkelijke toegevoegde waarde hebben. En in de huidige zorg zit er zo'n vette laag op zo'n gedeelte die eigenlijk nul toegevoegde waarde heeft. En die haalt eigenlijk wel al het geld, energie weg uit de sector, waardoor er minder middelen over zijn geweest om goede zorg te geven, met name aan de ouderen. Dat is ook de reden waarom bejaardenhuizen zijn ontmanteld. Dat is de reden waarom de zorg is ontmanteld. Dat is de reden waarom heel veel, wat je net al aangaf, die wachtlijst met kinderen is ontmanteld. En daar moet ook opnieuw naar gekeken worden. Want het is niet alleen maar het feit dat wij de ouderen niet die zorg niet in die bejaardenhuizen kunnen laten zitten. Maar het is ook puur de structuur van die zorg. Maar er zijn ook talloze oplossingen om die bejaardenhuizen op een goede manier weer te geven. Je kunt bijvoorbeeld hofjes bouwen. We hebben laatst een motie voor ingediend. Hoor, jij komt uit de bouw. Hugo de Jonge, onze grote vriend, die zit nu op volkshuisvesting. Die heeft allerlei bizarre plannetjes gelanceerd. De bouw is totaal gestopt. Compleet bouwinfarct. Gaat Hugo zijn 900.000 woningen in 2030 realiseren? Nee, absoluut niet. Overijssel heeft dan de opgave om de 40.000 te gaan doen. Dat gaan ze ook niet redden. En dat is ook logisch. Weet je, je ziet continu die overheid zich bemoeien met al die transacties. Alle grond is maar in eigendom van gemeentes. Dus je ziet dat ze bewust voor die prijs stukje bij beetje wat uitgeven, vrijgeven. Vervolgens allerlei regels opleggen, waardoor het jaren duurt voordat die ombouwondernemer daadwerkelijk kan gaan bouwen. Nou, dus dat duurt al veel te lang. Nou ja, we hadden het net over, laat je ouders gewoon nog lekker bij je in huis wonen. Nou, probeer maar even inwoning te regelen. Van goh, gemeente, mag ik iemand bij mij in huis nemen, want ik wil zo graag voor die mensen zorgen? Nou ja, dan krijg je dat krijg je er niet door. Dan krijg je gelijk gedoe mee, want dan wordt dan een inwonend, word je weer gekort, noem maar op. Dat soort dingen, dat lukt gewoon allemaal niet meer. Weet je, allemaal overheidsregels die heel veel belemmeren. Weet je, en die jongeren ook op die markt, dan denk ik, ik begrijp soms niet dat we niet voor elkaar krijgen. Die jongeren willen wat opbouwen, die willen een huis gaan komen. Dat is al best moeilijk op die markt. Maar dan komen ze op een woningmarkt waar ze wel 700 of 800 euro huur mogen betalen, maar geen 600 euro hypotheek. Ja, volgens mij gaat het dan iets helemaal verkeerd. Weet je, dat, als je dan kijkt, het is goed dat we mensen beschermen, dat ze niet financieel in de problemen komen. Maar het kan niet zo zijn dat we ze met 800 huur weg laten komen, maar niet met 600 hypotheek. Waardoor ze nu dus een sociale huurwoning bezetten, of een andere huurwoning bezetten en niet doorstromen op die woningmarkt. Hoe zou je dat kunnen oplossen, denk je? Nou, we hebben voorbeelden gezien van startersleningen. Moet je in ieder geval helpen ondersteunen, weet je. Ik snap best dat financiële instellingen zekerheid willen. Vraag me soms wel eens af of er niet te veel zekerheid op zit. We gaan dan gewoon kijken, hoe is zo'n uitgavenpatroon? Dan gaan we wel kijken. Ik begrijp niet, waarom zou iemand
wel 800 euro huur kunnen betalen, maar geen 600 euro hypotheek. Dan gaat het in de rekensommetje bij één van de twee niet goed. Dus of de bank gaat te hoog zitten qua veiligheid, of de, in de huur gaat het mis dat daar de prijzen of te hoog zitten, of maar iets gaat het niet goed. En dan krijg je natuurlijk nooit geen doorstroming. Ik bedoel, die mensen die blijven in die huurwoning zitten, gaan niet verder. Waardoor de koopwoningen niet verkocht worden, geen doorstroming komt. Ja, en dan hebben we het nog niet gehad over al die GroenLinks'ers en SP'ers die allemaal nog een tweede huis hebben, erbij huren, onderhuren, scheefhuren, noem maar op. Dus dat, Toch nog even over de kosten van de bouw. Hè? Want die bouwkosten zijn gigantisch gestegen en de rendementen zijn enorm omlaag gegaan. Hè? De verplichte warmtepompen, gasloos bouwen, dubbel glas, hoger energielabel, de kostendelersnorm, daar had je het net een beetje over. Hè? Als twee ouderen gaan samenwonen, dan verliezen ze hun toeslagen. Hoe zouden we nou echt wel die woningen kunnen bouwen? Want we hebben 1 miljoen woningen nodig. Ja, we hebben ze nodig. Ja, ik denk dat we wel innovatief moeten zijn. Maar dat denk ik nou juist van, haal dat bij de overheid weg, die innovatie. Leg dat bij die ondernemers neer. En dan gaan we inderdaad kijken, kunnen we dingen optoppen? Kunnen we dingen uitbreiden? Kunnen we woningen splitsen? Hebben we het al eens over gehad. Er zijn zoveel mogelijkheden. Leegstaande panden die gewoon omgebouwd kunnen worden tot woningen. Alleen op een of andere manier lijkt dat soort dingen elke keer alleen maar een voorrecht van de gemeente. Ik bedoel, als ik probeer een bedrijfspand op te bouwen tot woningen, krijg ik die vergunningen niet door. Maar als gemeente besluit om in de binnenstad een winkelpand waar bijvoorbeeld Vroom en Dreesman vroeger zat, wat triest is dat ze vertrokken zijn, maar dan kan in één keer een woonfunctie op. Hoe dan? Weet je? Wat, en waarom duurt het allemaal zo lang? Ja, ik begrijp dat niet. Het is in ieder geval selectief ook. Heel selectief. En dat past totaal niet bij of je nou gemeente, provinciaal of landelijk hebt. Volgens mij moet die overheid faciliterend zijn. En zeker niet wat ze nu doen, gewoon alles bepalen en uitzetten en zich overal mee bemoeien. We zien dat ook met de statushouders. En dat is op dit moment een heel groot probleem. Die krijgen nu letterlijk voorrang op onze eigen inwoners. En daar gaat het mis. En daar hebben we het eerder over gehad, over die artikel 1 gelijkheid. Als we het over gelijkheid hebben en een inwoner staat 8 jaar op de lijst voor een woning. En dan komt de statushouder en die krijgt voorrang. En we zeggen van, hey, de eerste 4 maanden gaan we even geen inwoners, maar alleen statushouders praten. Dat het gaat letterlijk zo. Bij ons in de gemeente is dat nu op dit moment aan de orde. Statushouders krijgen op dit moment in meerdere gemeenten, in steden, maar ook in ons Limburg, krijgen gewoon voorrang. Zelfs als je als spoed op een lijst staat, omdat je gewoon een woning nodig hebt met spoed, dan moet je nu 3 maanden minimaal sowieso al wachten, terwijl je al 8 jaar op een lijst zou staan. En dan krijg je een statushouder voorrang. En dat is absoluut discriminatie. Dat is echt zorgelijk. Dat moeten we gewoon niet accepteren. Ja, en hoe komt dat dan? Hoe wordt zoiets beslist? Ik begrijp het niet. Maar dan vragen we dat aan de wethouder. Bij mij in de gemeente is dat nu op dit moment aan de orde. En die geeft dan aan dat die anders het vanuit de provincie te horen krijgt dat het moet. Nou ja, daar gaat het ook al fout. En daarom zijn die verkiezingen nu ontzettend belangrijk, want dit moeten wij gewoon niet willen. Iedereen is gelijk. En mensen die al 8 jaar op een wachtlijst staan en dan een statushouder direct een woning krijgt, dat kan niet. Maar goed, vorig jaar kwamen er 402.000 mensen ons land binnen. 402.000 migranten, er gingen ook gelukkig nog wat weg. Zodat we netto 228.000 mensen erbij kregen. Hoe gaan we in godsnaam dit soort aantallen huisvesten? Ja, kijk, ik ben er niet zo van om in zwart-wit termen te spreken van Nederland is vol en de grenzen moeten dicht, want dat is allemaal, dat lijkt me niet realistisch. Ik vind een gezonde balans van immigratie en emigratie vind ik prima. Maar ik ben eigenlijk, ik heb een voorkeur voor het Zwitserse model, waarin we mensen worden toegelaten en die, want Nederland is ook een barmhartig land, dus wij willen ook mensen toelaten, maar we moeten dat op een manier doen dat we die mensen ook een verre kans geven om zich te kunnen ontwikkelen en van waarde te zijn in de maatschappij en voor zichzelf. Nou, dat kun je niet doen als je er 100.000 naar binnen haalt, maar dat kun je wel doen als je 20.000 hierheen haalt of toestaat om hier te komen. Die je vervolgens goed opleidt, goed Nederlands leert spreken, leert begrijpen wat hier de heersende waarden zijn, more or less. Hè? En vervolgens dat die mensen goede kans hebben om in onze maatschappijen succesvol te zijn. Dat kost geld, dat kost moeite, dat kost inspanning. En dat kun je niet leveren als hier de mensen met busladingen en treinladingen en scheepsladingen, containerladingen soms heel onfortuinlijk, hier binnenkomen. Ja, en dat heeft niks te maken met racisme. Er wordt ook wel gezegd, ja, maar hoezo? Je bent inhumaan. Nee, ik ben niet inhumaan.
Ik ben ook nog christelijk gedreven in mijn principes. Maar juist vanwege die principes vind ik dat je dat niet kunt toelaten. Omdat je juist aan die mensen een goed bestaan wilt bieden. Ik ken heel veel Syriërs die hier de afgelopen 10 jaar zijn gekomen. Fantastische mensen, hebben zich helemaal goed ingepast. Werken zich helemaal uit de naad in de bouw, in de horeca. En allemaal, ook in de zorg. Allemaal fantastische mensen. En die hebben nu langzaam zijn ze van hun opvang naar huisjes gegaan. Dat is ook soms gegaan op de manier zoals jij net zei. Daar kun je ook vraagtekens bij stellen. Tegelijkertijd, als we dat op een gedoseerde manier doen, op een gecontroleerde manier, dan met een beperkt groepje, dan moet dat lukken. Maar niet op deze manier, want dan maken we het helemaal mee stuk. En we creëren een onnodige vreemdelingenhaat. Laten we dat ook even benoemen. Ik bedoel, heel veel mensen, ja, de buitenlanders, we gaan scapegoaten. En dat kennen we toch ook van een bepaald tijdperk, dat moeten we ook niet willen. Maar dat ook is weer beleid. Dat wordt ook gewoon zo geponeerd, omdat het gevoel van onvrede vertaalt zich dan naar die kant toe. En daar kunnen we gewoon wat aan doen. Maar feit is dat een ongelooflijk groot percentage van de mensen die hier nieuw zijn, niet werken, niks bijdragen, zorgen voor criminaliteit, zorgen voor druk op de sociale, zeker zorgen voor druk op het onderwijs, zorgen voor druk op de zorg. Dus we hebben een enorm probleem. Er komen netto 100.000 mensen in de periode Rutte komen er bij. Ja, bizar hoog, weet je. En door dat toe te laten, weet je, begeef je ook gewoon als Nederlandse overheid op de markt van bijna faciliteren. Dat je bijna die stroom blijft faciliteren door ze allemaal maar binnen te laten. En laten we eerlijk zijn, mensen, weet je, we hebben hele dringende mensen uit Oekraïne gezien die echt even op korte termijn echt vluchteling waren en hulp nodig hadden. Weet je, daar had Nederland geen enkel probleem mee. Dat konden we aan. Dat was overzienbaar. Dat zijn onze buren, daar moeten we wat mee. Maar we kunnen gewoon niet die hele vloot uit Noord-Afrika opvangen in Nederland. Daar is gewoon geen ruimte voor. Hebben de faciliteiten voor, niet voor. Daar doe je onze eigen mensen tekort, maar doe je ook uiteindelijk die mensen tekort. Maar we hebben op dit moment ook gewoon de ene na de andere crisis voor Nederland. En dan moeten we zorgen dat we hier alles goed op de rit hebben. Het is ook precies met een woning bouwen. Je zet eerst een fundering neer en dan ga je verder bouwen. En dat gebeurt nu niet. We halen iedereen binnen en we weten niet eens wie het zijn. We weten niet eens inderdaad of ze uiteindelijk hier zijn omdat ze hier willen komen werken. Of dat ze juist niet willen werken. We weten helemaal niets. En we hebben het gewoon niet goed opgebouwd. En dan, ja. Nou, meestal gaan ze niet werken. Dat is het probleem. En de mensen die je echt wil helpen, die help je daardoor minder. Precies. En de mensen die het niet verdienen, die komen. En dat is het. We hebben daar geen controle meer op. Omdat we gewoon die fundering niet goed hebben liggen. Niet voor onszelf. En wat ik altijd heb geleerd van mijn moeder, als je niet goed voor jezelf zorgt, kun je dat ook niet voor een ander. Hoe kan het dat bijvoorbeeld in Denemarken ze 2000 mensen per jaar binnenhalen en dat wij er nu 228.000 mensen bij krijgen? Ja, volgens mij moet je gewoon vanaf dag 1 moet je gewoon, net over die fundering, je moet gestructureerd werken, je moet je fundering op orde, je moet je IND op orde hebben, dat je weet. Wat hebben we aan de grens? Wat komt er bij ons binnen? En dan moet je gewoon heel goed kijken. Wat zijn dit voor mensen? Wat moeten we hiermee? Zijn dit mensen die we nu voor korte termijn acuut op moeten vangen? Hebben we dat nodig? Kunnen we ze plaatsen? Kan dat? En op dat moment, als het niet kan, moet je ook gewoon eerlijk zijn. Weet je, je moet mensen niet valse hoop gaan geven. We kennen allemaal die vreselijke verhalen van de jongetje wat ooit naast Bleker in de studio zat. Die we je eerst 20 jaar rond laten lopen en vervolgens zeggen van ja, nu moet je terug naar je vaderland. Ja. Weet je, dat schiet niet op. Daar hebben die mensen niks aan. En we in Nederland zijn, we zijn een fatsoenlijk land. Dus we kunnen doen wat we kunnen, wat de ruimte voor is. Maar op dit moment, ja, als je niet, net inderdaad wat je zegt, als we zelf niet in staat zijn om onze eigen mensen fatsoenlijk op te voeden hier en fatsoenlijk te kunnen verzorgen, dan kun je niet ook andere mensen ook afvangen. Ja, Imke, jij zet je altijd in voor de jeugd, voor de jongeren. En je hebt ook met Kim Veenstra samen op een gegeven moment een petitie opgestart om iets te doen aan voornamelijk de recidive van zedendelinquenten. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, klopt. We hadden, Kim Veenstra had mij benaderd en ze zei van ja, je zet je heel erg in voor jeugd en wil jij mij helpen met een petitie of iets te doen, zodat mensen die zoiets gedaan hebben, zoiets gruwelijks, dat die zichtbaar blijven? Want ja, er zijn meerdere gevallen in Limburg bekend
die toch op een zeer ernstige, ja, een ernstige afloop hebben gekregen. Daar moest iets mee gebeuren. Daar moet zeker iets mee gebeuren. En je ziet gewoon nu dat het continu een herhaling is. En ergens in Den Haag liggen ze te slapen en passen ze het niet aan. Dus wat was dan de oplossing? Een petitie. En die petitie is bijna 70.000 keer ondertekend. En mede door gelijke hulp ook vanuit BVNL. En het is gewoon belangrijk dat we daar iets aan doen. Want het moet gewoon niet zo zijn dat wij onze kinderen naar een speeltuin laten gaan. En vervolgens een telefoontje krijgen dat ons kind kwijt is. En dat is gewoon nu wel echt realiteit. En dan lijkt het een ver van je bed show. Maar we hebben toch al best wel wat voorbeelden gehad die je niet thuis wil hebben. Ja, het argument van de van D66 meestal, of van GroenLinks, is dat het bijna nooit voorkomt. Hè. De afgelopen 10 jaar zijn er 100.000 mensen geweest die zijn gestraft, die zijn gereïntegreerd. En ik geloof dat er maar 500 keer iets gruwelijks is misgegaan. Hè. Verkrachtingen, moorden. Ja, en dan is de vraag, wat laat je zwaarder wegen? De bescherming van de samenleving of de reïntegratie van degene die dit soort gruwelijke misdrijven heeft gepleegd? Nou, de bescherming van de samenleving. Gewoon heel kort en krachtig en duidelijk. En 500 is gewoon absoluut te veel. Het moet op nul staan. En dat zou een wens zijn, maar onze kinderen behoren wij te beschermen. Met z'n allen. Daar is gewoon geen twijfel over mogelijk. Ja, en je kunt dat makkelijk doen door bijvoorbeeld een beter volgsysteem te hebben. Absoluut. Een enkelband. Als iemand ooit een kind heeft verkracht en vermoord, dat je hem voor altijd dan een enkelband aandoet. Dat zou... Ja, maar ook dat we ook weten waar diegene is. Want als je ziet dat zo iemand bij een kinderdagverblijf kan werken, dan gaat daar iets gruwelijk mis. En daarin, dat moet gewoon anders. Ennio, de betrouwbare overheid. Kunnen we daar nog wel van spreken? Ja, nee. Dus een betrouwbare overheid, dat blijkt door wetgeving die consistent is. Dat je als burger een contract aangaat met je overheid waar beide partijen zich kunnen houden. En niet dat het elke keer verandert, dat er de spelregels worden veranderd terwijl je aan het spelen bent met elkaar. En ook dat je niet meer op de overheid kunt rekenen zoals we dat vroeger konden. Ik was altijd een beetje naïef. Ik heb altijd gedacht van ja, weet je, die overheid, ook in mijn studententijd, in mijn schooltijd, overheid, ja, die hebben toch ook, die zijn er voor ons, ze zijn dienaren, hè, zo leerde ik het ook op school. De overheid is om ons te dienen, want wij zijn het volk, wij kiezen de mensen die ons vertegenwoordigen, die ons... Dat is tegenwoordig niet meer zo. Het lijkt wel, hè, ik durf ook niet helemaal te zeggen het is zo, maar het lijkt in ieder geval op dat wij als volk nu dienaars zijn geworden van de overheid. En dat vind ik, en dat gevoel, dat benauwt mij heel erg. Ik vind dat de overheid, en dat uitzicht ook nog in die arrogante toonsoort. Als ik zo'n Van der Wal in de camera zie kijken, ja goed, het mens ziet eruit zoals het eruit ziet, daar kun je niks aan doen, hè? Dat is gewoon zoals je gebakken bent. Maar als je dan vervolgens daar ook nog een bepaalde blik bij doet en een bepaalde toonsoort en met dédain de mensen aanspreekt, de mensen aankijkt, dat helpt allemaal niet. Weet je, dat denk ik van ja, wacht even mevrouw, u bent daar niet, ik ben daar niet voor u, u bent er voor mij. U bent er om mijn belang te vertegenwoordigen en dat gepaard moet gaan met allerlei afspraken die we internationaal hebben gemaakt. Hè, dat, waar we ook trouwens niet echt democratisch op geen invloed meer op uit kunnen oefenen, naar het schijnt. Uw overheid, u bent de buffer tussen ons en de rest van de wereld. U moet ervoor zorgen dat wij zo goed mogelijk vertegenwoordigd zijn. Niet alleen vanuit het interne perspectief in het land, maar ook naar buiten toe, naar de wereld. En dat laatste is steeds belangrijker geworden. En je ziet steeds meer dat er een soort, naar mijn gevoel, een uitverkoop plaatsvindt van onze regionale en nationale belangen naar het buitenland. Weet je? En die dienaars van dat beleid, die zitten daar. En dat is nou de overheid. Dus terugkeer op je vraag. Mijn geparafraseerde vraag van jou, kunnen we spreken van een betrouwbare overheid? Dan denk ik, nee, dat is niet zo. En daar moeten wij wat aan doen. Nou goed, ja, in Limburg ben je natuurlijk een ontzettend eind weg van Den Haag. Voelt Limburg zich nog wel vertegenwoordigd door Den Haag? Als ik spreek vanuit de inwoners, nee. Er is geen, of amper een stem vanuit Limburg in Den Haag.
En dat vind ik wel het mooie toen ik uiteindelijk bij BVNL kwam. Als ik ergens mee zit en denk van ja, daar moet echt wel wat aan gebeuren. Dan bericht ik Wibren en dan is het direct geregeld en dan is het geluid in Den Haag. En zo moet het. Dat is het belang van Limburg in Den Haag. En dat moet veel meer. Ja, nou, het is bij ons natuurlijk, u vraagt, wij draaien. Hè. Ja, wij zijn een... Maar dat gebeurt gewoon niet bij andere partijen. Kijk, ik heb eerder natuurlijk bij een andere partij gezeten en daar was het andersom. En ja, dat is heel bizar. Ja, nou, Richard de Mos noemt het natuurlijk wel altijd ombudspolitiek. Hè. Wij zijn er om problemen op te lossen. We zijn dienend naar onze kiezers. En als er een probleem is, ja, dan gaan we daarvoor rennen. En dat is helemaal niet corrupt. Corruptie is iets anders. Dat is wat bij de VVD, CDA, D66 gebeurt. Netwerkcorruptie. Het is niet altijd financiële corruptie, maar het is wel corruptie. Een beetje baantjes aan elkaar toeschuiven. Maar wij zijn dienend naar onze kiezer. Als er een probleem is in het land, gaan we dat oplossen. En de kloof tussen het platteland en Den Haag is inmiddels gigantisch. Nou, je hebt zowel Den Haag gezien als het platteland. Ja. Ja, nou ja, dat is ook de reden dat ik blij ben dat ik in Den Haag weg ben en weer in de provincie ben. En daar ook blijf. Ik bedoel, dat is voor mij geen optie om überhaupt nog weer terug te keren. Ik heb het daar gezien. Ik heb gezien hoe voorop politiek kan zijn in Den Haag. Dus ik ben blij dat ik weer in Overijssel ben en daar nu mijn uiterste best kan doen van BVNL. En ik zie Overijssel, ik heb het van de week al een paar keer meer geroepen, als het Catalonië van Nederland eigenlijk. Weet je, we moeten het niet meer accepteren. Weet je, we moeten in opstand komen. We moeten laten zien dat we er klaar mee zijn, dat wij ook gehoord mogen worden. We hebben fantastisch mooie Hanzesteden in Overijssel. Die waren er al voordat Amsterdam en Rotterdam er waren. En als je nu zo'n beetje ziet dat zo'n beetje juist die grote steden nu bepalen hoe het beleid in Nederland is. En wij zeg maar in Overijssel achterblijven. En dat moeten we gewoon niet accepteren. Dan moeten we de vuist op tafel slaan en zeggen van tot zover en niet verder. Absoluut, dat ga je straks in de provincie doen. Voordat we gaan afsluiten nog even de oorlog in Oekraïne. En onze premier die Slava Oekraïne roept en F-16's en tanks daar naartoe willen gaan sturen. Wat vind jij dat Mark Rutte moet doen? Ja, kijk, wat ik vind dat Mark Rutte moet doen, dat kan ik hier denk ik niet delen aan tafel. Maar wat ik wel zie, is dat hij roept over zaken waar hij totaal geen intrinsieke beleving bij kan hebben. Het is gewoon een oorlogsretoriek. Als ik hoor van, ja, we win this war, en dan met dat steenkool accent. En dan denk ik van, ja, hoezo? Ga jij een oorlog winnen? En welke oorlog dan? En heb ik vanaf dag één iets gezien dat de Nederlandse regering, ook op motie van de Tweede Kamer, misschien heeft getracht in de UN iets te doen om te zorgen dat er gesproken wordt over vrede? Maar voordat het traject van oorlog steunen en oorlog ingaan zou moeten worden behaald, moet je eerst alle diplomatieke, en mevrouw Kaag weet er alles van, naar het schijnt, want ze schijnt ook oorlogen voorkomen te hebben, die zou je eigenlijk dan in die Verenigde Naties zou je daar een lans voor moeten breken. Ook als klein land kunnen we daar heel groot in zijn door het voortouw te nemen. We moeten eerst alles op alles zetten om partijen aan tafel te krijgen. Ja, maar er spelen hele andere belangen en die belangen die worden steeds duidelijker. Een regering, kijk, Rutte die neemt gewoon het voortouw en die wordt gesteund door allerlei haviken, zo'n Sjoerdsma, die echt niet weet waar hij het over heeft en constant ons in gevaar brengt, of het nou in woorden is, of het nou China betreft met Taiwan of dat het Oekraïne. Ik denk dat mensen volslagen gek zijn, maar een hard feit. En dat doet mij vreselijk veel pijn. Ik kan daar, als ik dat op mijn list zou hebben staan, dan zou ik er echt niet van kunnen slapen. Er zijn op dit moment meer dan 400.000 mannen gestorven in die oorlog. En burgers tussen Oekraïne en Rusland. Iedere actie, iedereen die roept dat er nu ook maar een geweer, een tank, een F-16 die kant op moet, die is schuldig aan dat gegeven. Medeschuldig aan dat gegeven. En ik wou dat mensen zich dat realiseerden. Weet je, ik kan er nu al bijna niet van slapen. Kun je nagaan als je dat op je geweten hebt, dat je daar toch aan bij hebt gedragen, concreet. Ja, nou, ik vind een mooie afsluiting. Imke, hoe kijk jij naar de oorlog?
Ik sluit me wel aan bij de woorden van Ennio. Kijk, het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar allemaal gebeurt. Alleen, helpt het om mee te gaan vechten? Of helpt het om in te zetten in gesprekken en vredesonderhandelingen? Ik denk dat, dat Nederland dat zou moeten gaan proberen in plaats van mee te gaan vechten. Ja, ik ben het helemaal met je eens. We hebben ook moties ingediend. Ik kijk daar ook met pijn in het hart naar. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, het is een verschrikkelijke oorlog die daar plaatsvindt. En volgens mij moet je bij een oorlog die je wilt beëindigen, moet je volgens mij als Nederland niet wapens gaan sturen. Want dat lost die oorlog daar niet op. Dus misschien zou een remedie zijn dat we Rutte sturen. Dat lost de oorlog niet op, maar dat zijn we wel kwijt. Ja, nou, dat is een mooie afsluiting. Goed, dan is dit het einde van BVNL op 1. 15 maart hebben we verkiezingen. Het zijn de belangrijkste verkiezingen van deze eeuw. We kunnen echt dit kabinet stoppen. We kunnen ze wegstemmen. Dus kom naar deze verkiezingen. Ga stemmen en stem BVNL. Dankjewel. Samen streven we naar vrijheid, betrokkenheid en gezond verstand. Laat 15 maart je stem horen en stem BVNL.